Hollandse kan het niet, toch? In een molen kun je heel goed zien hoe tandwielen werken. Kijk eens daarboven. Als het waait, dan gaan die wieken draaien. En hier binnen gaan dan deze zagen op en neer om deze zware boomstammen in planken te zagen. Dat komt je inmiddels vast wel bekend voor. Tandwieltjes. Maar hier zit er geen ketting tussen. De tandwielen zitten tegen elkaar aan en de tandjes die grijpen in elkaar. Met mijn duim laat ik dit bewegen. Dat veert steeds terug. Daar zitten allemaal tandjes aan, waardoor dit tandwieltje gaat bewegen. En daardoor deze. En dit ding maakt dan het geluid. Het ene wieltje kan niet bewegen zonder dat het andere wieltje ook beweegt. Dus je brengt de beweging heel precies naar de andere plek. En kijk eens, als de tanden van twee tandwielen in elkaar grijpen, dan bewegen ze altijd in tegengestelde richting. Dus als je wil dat twee tandwielen dezelfde kant op draaien, dan doe je er een ketting tussen. En anders, dan laat je ze gewoon tegen elkaar indraaien. Maar je kunt de draairichting zelfs helemaal in een andere hoek laten gaan. Want we hebben nu gezien hoe je een beweging zo of zo overbrengt. Maar hoe zit het nou als je hem zo wilt laten gaan? Kijk, hier heb je een molen in het klein. En als het waait, dan bewegen de wieken in het rond. En kijk eens, daar zit een tandwiel en daarachter zit er nog een. En die grijpen dus eigenlijk bijna haaks in elkaar. Waardoor het komt dat die grote as die hier in het midden zit, die draait dus om zijn eigen as. En de wieken draaien zo. Maar nu wil ik dat wel eens zien gebeuren. Wauw, moet je kijken. Het is wel een beetje jammer dat het nou net vandaag windstil is. En bij deze molen hebben ze zelfs een manier om een rondgaande beweging om te zetten in een op- en neerbeweging. Dat doen ze hiermee. Dat heet een krukas. En daardoor bewegen deze zagen uiteindelijk op en neer.